Deze week werd het dan definitief, de afsluiting van de Waalkade voor auto's en motoren. Behalve voor het showen van je cabrio in de zomer, werd de Waalkade vooral gebruikt als snelle route naar Nijmegen-West. Maar hoe lang duurde het eigenlijk om van de Ubbergseweg, de N325, naar de Handelskade te rijden? RN7 en de Gelderlander namen de proef op de som. Als eerste de nostalgische route die nooit meer gereden gaat worden, langs de Waalkade een kleine 3 kilometer. We reden het in 5 minuten en 29 seconden. Helaas is dat niet meer mogelijk, dus op zoek naar een alternatief. Dwars door de binnenstad dan maar. De afstand is 800 meter meer dan langs de kade, de reistijd was behoorlijk langer. 8 minuten en 16 seconden maar liefst. Als laatste probeerden we de meest doorgaande weg. Over de Singels en het Keizer Karelplein. In afstand slechts 300 meter meer dan onze geliefde langs de kaderoute, maar helaas kwamen we te laat op ons werk. We deden over de slechts 3,2 kilometer maar liefst 11 minuten en 40 seconden. Helaas moeten we onze wekker dus ruim 6 minuten eerder zetten dan we gewend waren. We missen hem nu al, onze route langs de geliefde Waalkade.